We zijn hier op de tweede editie van de Digital Marketing Awards. Ik ben hier samen met mijn collega Najat en Patrick. En de Digital Marketing Awards focust zich heel specifiek op result-driven marketingcampagnes waarbij dat resultaat voorop staat. Patrick, wat vond jij van deze editie? Wel, wat ik vooral gemerkt heb is eigenlijk dat we als jury veel eisender geworden zijn en dat we verder gaan dan de pure vakkennis. Het moeten echte digitale pareltjes zijn die er tussenuit schieten en ik denk dat die er ook tussenuit geschoten zijn. We zullen dat vanavond ook wel zien aan de winnaars. Oké, super. En Najat, het is voor jou de eerste keer. Hoe heb jij die eerste keer ervaren? En fait, ça s'est plus ou moins bien passé. J'étais évidemment ravie de faire partie de ce jury. Et je crois que ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on partageait tous les trois la même vision sur ce que c'est qu'une campagne performante, ce que c'est qu'une bonne campagne et ce que c'est de bons résultats. Ok, super. Voilà, de award show die gaat nu straks gaan beginnen. En ik denk dat we er met ons alle drie sterk naartoe uitkijken wie dat de winnaars zijn.